bubbly, bubbly. High five. All right, babe. Het is gelukt. Toppie. Bubbly, bubbly. Zo. Hey. Ja, van het zwembad. Van thuis. Ja. Wel eventjes kijken, wat gaan we hier doen? We gaan kijken of de schapen worden. Wordt hun jasje eraf gehaald. Schapen scheren. Schapen scheren. Ja. Hier bij de kinderboerderij is vanmiddag allemaal schapen scheren. Ja. Dus we gaan eens even kijken. Loop maar voor, ik zie er heel veel mensen staan te kijken al. Loop er maar even heen. Ik loop maar zo. Nou, volgens mij zijn ze wel aan het doen daar. Loop maar door. Ik ga gelijk kijken. Hey. Hij is gebaan, meneer. Hij is gebaan, meneer. Hij is gebaan, meneer.
Met de hand gaan even weer op de kool onder de 10 minuten. Ja. Met de hele kracht onder de 10 minuten. Dat doen we. Maar, dat kunnen wij niet met de machine. En de kool 50 seconden. En dan krijg je een schaapje aangeraakt. En dan krijg je een schaapje die gaat op de buiten. Deze En wat denken jullie nou wat dit is? Een jongetje of een meisje? Meisje. Even rammelen. Heel goed. We staan hier alleen maar meisjes. En hoe noemen ze dat, een meisje? We hebben niet alleen maar meisjes, we hebben ook nog een mannetje. We hebben ook nog mannetjes. Ja, maar niet hier toch? De baby? Ja. Maar hoe noemen ze dat dan, een meisje? Een ooi. Ja, en een mannetje dan? Rammetje. Rammetje. Ja, ik kan het onthouden. Mannetjes doen altijd rammen. Hij denkt het was tegen een ander mannetje. Dus een mannetje heet een ram. Ja, makkelijk. Goedemiddag allemaal. Wij proberen hier een kleine demo te geven met schapendrijven. Mijn dochter Didi doet het met de schapen, met haar hond Joel. Joel is haar oudste hond, hij is inmiddels 10. De hond staat zowel op fluitcommandos als op stemcommandos. En de fluit wordt dan gebruikt op langere afstanden natuurlijk. Soms moet je op de wedstrijden de schaap op 500 meter halen. Dus ja, dat is moeilijk aanroepen. Het was de allereerste keer dat er jonge hengelers mee deden op een wereldkampioenschap. Ze had daar één puntje nog nodig om in de halve finale te komen. Maar toch? Ja, ik moet wachten. En dan lijken ze weer rondom mij. Ja, die hond die wil dat ook doen, want die zijn daarin getraind. Ja, deze mogen zo meteen. Die mogen zo meteen, ja. Het is wel een wedstrijd om te doen. Dat varieert heel erg, dat varieert heel erg van de hond. Maar je bent. Joel Lieben. Die hebben 6 jaar. 5-6 jaar. En ook een goede wedstrijd op. En die moet het eigenlijk nog allemaal gaan leren, want je begint eigenlijk met leren pas vanaf een jaar. Er zit al een hoop van natuur in en daar moet je altijd gebruik van zien te maken.
En hetgeen wat ze van naartoe heeft, om dat uit te gaan bouwen. Ja. Nou, even verder kijken. Hier kijk al die varkens dan. Ja, dit zijn echt varkentjes hè, in de blubber. Hier de mama varken. Ja, ook zijn leuk zijn ze, hè? Die zijn nog heel klein. Ja. Aan de andere kant dat je er drie in. Mooie haan. Er drie in. Daar twee en daar nog één. Je kijkertje van mama. Oh ja, die zijn heel mooi, ja. Hallo. Zijn wel leuk, met die pluimpjes. Ja, leuk, hè? Ja, die zijn wel leuk, met die pluimpjes. Ja, die zijn zeker leuk. Oh, vier. Oh, nog eentje. Er zijn nog een. Oh, er komt een haantje naar buiten. Vijf, zes. Ja, er komt overal zitten ze. Er zit ook eentje te eieren. Leuk hoor. In de verte zien ze een kalf. Even kijken. Ja, dat is een mooie. Ik had hem gevonden. Naar binnen kijken. Nee. Oh. Hallo. Hallo. Toch dames? Nee. Hallo. Hallo. Nee. Ze hebben allemaal weer een buik helemaal. Ze zijn best wel dik allemaal. Ja. Misschien kan. Dat zou kunnen, ja. Maar het is die tijd van geweest. Ja, maar ja, je weet het niet. Oh, kijk. Wat is er? Je hebt ook weer een kleintje. Zo. Zo, lekker. Ja, voel je nattigheid? Oh, dat is... Oh, er komt een heel kleintje binnen. Kom hier. Kom hier. Die zijn lief, hè? Oh, mijn armen zijn te kort. Ja. Of ze staan te ver weg. Ja, dat kan ook. Ja, dit is een hele kleintje, hè? Een hele kleintjes, ja. Maar deze beest volgens mij wel zwanger. Hallo, zo, dat is een groot varkje. Ja. Hier liggen hier lekker, hè? Die hebben. Hoe heet die? En. Lieve Puk heet die. Puk. Nou, Puk is wel groot hoor. Daar ligt er nog één. Ja. Twee pukken. Daar ligt er een en daar. Ja, want je hebt één en een kleintje is van Puk. Ja, dat kan. Of een kleintje, zeg je, ze hoort er nog goed. Maar dan ga je kiezen of kiezen waar niks in zit. Ja, die zit binnen. Ja. Ja, die zit er één binnen. Ja, daar kan je er niet in. Ja, dan kan je weten waar deze kant komen. De andere kant.
Ja. Met zonnetje erop. Ik kan zo de pan in. Zwang Bobbeli. Nee. Dat is wel waar. Gaat hij nog wel? Volgens mij heeft hij net zo'n velletje. Hè? Ja, ik dacht, ja, ik zie hem liggen. Dat is een hele lange, ja. Daar is hij nou wel heel mooi nu. En natuurlijk het springkussen aan het eind. Wel een mooi springkussen. Het is een soort piratenboot.
is warm. Nou, leuk. Dat schaapscheer, dat is wel wat, hè? Ja. Aardig wat. Aardig wat bol komt eraf. Wat zei je, schat? Nou, die meneer die het als eerste deed, had gewoon hier de zweet. Ja, ja, ja. Maar dat is best wel krachtig, hoor. Nou goed. Het was weer even leuk. Even een kort filmpje voor de kinderboerderij en scheren hoe het gaat. Hopper. Tong 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 t